Kerngezond TV is mede mogelijk gemaakt door Spooty.nl voor uw smoothiefiets en Mari Zwembaden en Wellness Wansum. Hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Kerngezond TV. En we zijn in Voerendaal bij de Bernardushoeve. Fantastisch uitzicht genieten we hier. Verder in deze uitzending de vlog. We hebben het gerechtje van de week en natuurlijk beginnen we met het kerngezonde nieuws van de week. De kinderen van basisschool De Ezelsbrug in Zevenum kregen een fairplay les in de klas om vervolgens het geleerde in de praktijk te brengen bij een kickboxworkshop. Samenwerken, respect, discipline en doorzetten waren thema's die hier ook aan de orde kwamen. De jongens van VVV Venlo onder 16 jaar gingen weer eens op bezoek bij de eenzame ouderen van zorginstelling Crescendo. In het kader van de buitenspelval, ouderen mogen niet buitenspel staan, werd het een heerlijk samen zijn met een oer-Hollandse spellenavond. Welkom bij een nieuwe vlog van Kerngezond TV. Vinden jullie deze ook zo lekker? Ik namelijk wel. Ik ga vandaag eens kijken hoe deze geteeld worden. Hallo. Hallo, eindelijk heb ik je gevonden. Het is hier super groot, maar vertel eens iets over jezelf. Nou, ik ben Robert Jacobs. Wij hebben hier een champignonkwekerij. Wij telen de champignons voor de machinale oogst. Alles wordt automatisch afgesneden en wordt uiteindelijk verwerkt in potjes en blikjes en gaat de hele wereld over. En wij maken ook nog eens een keer 210.000 kilo champignons per week. Dat is veel, maar kan je me ook vertellen hoe ze groeien? Ja, dat kan ik zeker vertellen, maar ik kan het je ook laten zien. Dat is nog beter. Maar ik zie nog helemaal geen champignons. Nee, maar champignons groeien op substraat. Wat is substraat dan? Substraat is hetgene wat hieronder in de bedden gevuld is. Daar zit het champignonmycelium ingegroeid en dat gaat vanuit de onderlaag gaat het naar de bovenlaag. En dan komen de eerste knoppen. Maar als je wilt, kunnen we daar wel even gaan kijken. Is goed. Ik zie er wel wat verandering, maar ik zie nog steeds niet zoveel van de champignons. Dat klopt. Dit is ongeveer een week later. En het mycelium is vanuit de onderlaag in de bovenlaag gegroeid, zoals je ziet. En vervolgens, hier zie je de eerste kleine knopjes die komen. Dit is één week later. Maar we kunnen zo meteen wel even kijken naar de volgende ruimte. Hé, hey, deze champignons lijken er al meer op zoals ik die ken. Ja, deze champignons zijn precies een week ouder als de shots die je net gezien hebt. Deze champignons die worden vrijdag geoogst en die verdubbelen per dag. Dus die zijn vrijdag ongeveer zo groot. Gaaf, dus deze champignons zijn straks echte champions. Hoe worden deze champignons dan eigenlijk geoogst? Deze worden met machines geoogst. Alles wordt er in één keer afgesneden op een transportband. En dat gaat allemaal naar voren toe en daar worden ze gesorteerd. Vervolgens in kratten gedaan. De kratten worden automatisch opgestapeld, worden op pallets gezet. De pallets gaan de vrachtwagen in en de vrachtwagen gaat naar de fabriek toe. Daar worden ze verwerkt in potjes en in blikjes en gaan ze de hele wereld over. Vervolgens, als er twee keer van een cel geoogst is, dan gaat de cel leeg, wordt ze gestoomd en gaat ze leeg. Dan noemen ze dat champost en dat gebruikt men in land- en tuinbouw als bodemverbeteraar. Dus lekker duurzaam. Dat is inderdaad super duurzaam. En wat doen jullie nog meer van zulke soort dingen op dit bedrijf? Nou, we hebben een free cooling en we hebben natuurlijk zonnepanelen. En daar wekken we natuurlijk heel veel stroom voor onszelf mee op. Free cooling, wat is dat eigenlijk? Freekoeling, dat gebruiken we in de winter door het water wat we moeten koelen, door grote condensers heen te pompen en dus de koelmachines niet te hoeven laten draaien. Dus van de buitenlucht gebruik maken om het water te kunnen koelen. Ik ben wel
wel benieuwd hoe dat eindproduct eruit ziet. Jullie ook? Ik heb vandaag superveel geleerd over hoe champignons groeien. Maar wat maakt champignons nou eigenlijk zo gezond? Nou, in champignons zit heel erg veel vitamine, B2 en B3. En weinig calorieën, dus het is ook heel goed om af te vallen. Nou, ik denk dat ik vanavond maar een champignons ga eten. Dat is leuk. Dan heb ik deze nog wel voor jou. Dankjewel. Ik ga vanavond lekker smullen van deze heerlijke champignons. Ik zie jullie de volgende keer. Doei! We are the champions. We are the champions. We are the champions. Hey, welkom. En deze week weer een lekkere snack voor jullie. In het kader van jong leren eten gaat dat zijn de broccoli. En daar gaan we lekkere broccolisoep van maken. Dan gaan we beginnen met het snijden van de broccoli. We halen de roosjes van de stronk af. En deze doen we alvast in de pan. De stronk die gaan we ook schillen. Dus daar halen we de buitenste randjes en de steeltjes vanaf. Want ook deze kunnen we prima gebruiken voor in onze soep. Dan voegen we aan toe 1 eetlepel currypoeder. 2 eetlepels sojasaus met minder zout. En 1 liter water. Deze pan gaat nu een half uur op middelhoog vuur, zodat we de broccoli lekker gaar koken. Wist je trouwens dat je met een roosje van de rauwe broccoli ook je tanden kunt poetsen? Het zijn namelijk net borsteltjes en daarmee poets je de bacteriën die tandplak veroorzaken weg. Zo, de soep heeft nu een half uur opgestaan en is helemaal gaar. En dan gaan we even blenderen. De soep is nu helemaal fijn gedraaid. Dan gaan we mooi in een kommetje schenken. En dan zou ik zeggen, eet smakelijk en tot de volgende keer. Ja, daarmee zijn we aan het einde van deze aflevering van Kerngezond TV. Ik geniet nog even van het uitzicht hier. Ik bedank jullie voor het kijken. Blijf kerngezond en tot de volgende week. Hoi! Kerngezond TV is powered by Volta Limburg, Stef Beurskes Worldwide Movers, Mari Wansum, Sikon Logistics, Jong Leren Eten, Ria Joosten Catering en Evenementen en Limburgs Uitje.